Hi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag, ik ben vandaag een dagje thuis. Ik heb even uitgeslapen, want ik was gewoon emotionally and physically drained. Ik was gewoon helemaal op. Dus ik heb vandaag heel rustig aangedaan, lekker het huis schoongemaakt, een beetje aan school gezeten. En ik heb met school gebeld, een beetje alles op een rijtje te krijgen. Het geeft me al wat meer rust. Ik ga nu lekker sporten, lekker mijn hoofd op niks. Love it. En vandaag komen mijn ouders ook weer thuis. Dus dat is ook wel gezellig van de vakantie. Dus ja. Dat. Alright, het is inmiddels avond. Ik voel me echt dan zo'n stuk beter als middag. Gewoon heel erg opgelucht. Ik heb namelijk gewoon goed met kunnen praten met de juiste mensen. Met mijn ouders. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga nu alleen wel naar Stan. Morgen naar werk. Dus ik heb al mijn spullen ingepakt. En ik ga daarna het werk meteen door sporten. Dus ik heb ook al mijn sportkleding mee. Dus dat is echt top. Het is een paar dingetjes opruimen op mijn kamer. Deze week wordt wel echt fucking leuk. Want deze week is mijn 21 dinner. Yeah. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Gisteren had ik een beetje een off day. Dus die moet ik mezelf dan ook gewoon gunnen. En mezelf niet gaan forceren. Om te gaan filmen. Ik heb nou ook een beetje een kutkeuze gemaakt. En het is allemaal geen drama. Maar het wordt allemaal heel erg in mijn hoofd. Ik ga namelijk even 3 maanden stoppen bij Hobbs & Lewis. Bij mijn management. Om te werken. Om af te studeren. Omdat ik gewoon merk dat het niet werkt voor mij nu. Ik ben gewoon te veel aan het doen. En mijn hoofd staat er gewoon totaal niet naar. Dus ja. Dat is een beslissing die ik gisteren heb genomen. Dus ik had niet zo zin om te filmen. Dit is de outfit of the day. Ik heb dit topje aan van Chiquelle. Blazer van Naked, een broekje van Refined Department en schoenen van een webshop die niet meer bestaat. Dus deze kabelaars kan je helaas maar nergens kopen. Dus dat is het outfitje en ik ga de laatste dag naar werk vandaag. En ja, helemaal zin in. Ik ga zo sporten en ja, ik wil eigenlijk mijn nieuwe setjes aandoen van Bjorn Borg. Ik heb echt een mega leuke samenwerking met Bjorn Borg. Ik heb deze tas vol met mooie sportgoodies gekregen en op het moment kan je me hier niet blijer mee maken. Ze hebben een nieuwe collectie uitgebracht, de Push Your Limit Collection. Waar de collectie eigenlijk voor staat dat je niet de beste of de hardste renner hoeft te zijn. Maar dat je doorgaat tot je je eigen goal bereikt. En dit is ja, iets wat best wel toepasselijk is op mijn leven op het moment. Ik heb heel veel gesport. Doordat ik heel druk was, was ik hiermee gestopt. Ja, zoals ik aan jullie heb laten weten, zit ik nogal in een dipje de laatste tijd en het heeft mij niet normaal veel geholpen om er hierbij te sporten. Als ik sport, wordt mijn hele hoofd leeg, kan ik alles op een rijtje zetten, wordt alles gewoon weer helemaal duidelijk en voel ik me zo goed en zo voldaan en het laat echt het beste in me naar boven komen. Dus ik vind deze collectie echt geweldig en heel toepasselijk. Het heeft super mooie kleuren, het is heel erg gebaseerd op de natuur en alle producten zijn super duurzaam. Ze gebruiken goede materialen. Ik kan je zeggen dat het al heel, heel lekker zit. Ik heb het namelijk al een paar keer aangehad. Ik heb er ook wel foto's mee gemaakt. Het sport heel lekker. Het schijnt niet door. Het zit gewoon heel mooi. En je voelt gewoon dat het gewoon hele goede kwaliteit is. Dus het is natuurlijk wel fijn met een sportset. Er moet wel gewoon lekker in zitten. Je moet je er wel comfortabel in voelen. De leggings heb ik in maat SM. Het ziet er zo super klein uit, maar ik heb normaal echt maat M en het trekt super erg uit en het schijnt niet door. Dus dat is heel fijn. Ik heb dus als eerst deze groene legging. Je ziet hem mooi in de zoom. En achterop staat dus, als je het kan zien, Borg. Van Bjorn Borg. En bijpassend de top. Die ziet er zo uit. Die heb ik in maat ML. Want ik vind het niet fijn als topjes heel strak zitten met sporten. Want dan is het echt een soort afknellend. En dan kan je ook gewoon nog een sport BH eronder aandoen. Heel erg mooi. En hier zit aan de voorkant dus het logo Borg. Heel erg nice. En ja, je ziet in de zon hoe mooi de kleur is. Echt, I love it. Dan heb ik deze set precies hetzelfde, maar dan in het zwart. Ik vind zwart gewoon altijd heel fijn. Het kleedt ook gewoon af. Dus ja, ik weet niet. Ik vind het altijd gewoon fijn met sporten. Ik voel me hier echt super comfortabel in. Het is gewoon precies hetzelfde set. Achterop het logo. En de top ook in maat ML. Dus ik ga even deze setjes even aan om te laten zien hoe het zit.
En ik ga de groene doen, want die vind ik echt het leukst. Ja, zoals je ziet zit het pak echt, ja, gewoon super mooi aangesloten. De legging zit echt top. Je kan er echt gewoon lekker goed in bewegen. Het voelt eigenlijk gewoon alsof ik niks aan heb. En dat hoort echt. Dus ja, ik vind deze echt super leuk. Echt love the color. En leuk zo met het detail. Het zijn echt een van mijn favorieten. Zit heel erg mooi. Ik kan er eigenlijk verder over zeggen. Maar je kan het gewoon zien. Dus ja, love it. En deze heb ik dus ook in het zwart. En die zit net zo mooi. Wat ik heel fijn vind om altijd te hebben is een trui. Voordat ik naar de sportschool ga, dan in een jas ga je altijd zo vies plakken. Vooral als je hebt gezweet. Dus ik neem eigenlijk altijd een trui mee naar de sportschool. Die heel leuk bij passend bij dit setje is. Hiervoor op heb je Bjorn Borg staan. Hij is lekker oversized. Is de maat M. En dan kan je ze ook heerlijk door de sportschool heen lopen. Of naar de sportschool toe lopen. Heerlijk in de trui. Dus ja, dit vind ik ook heel chill. Hij is super zacht. Van binnen heeft hij echt zo'n lekker zacht stofje. Zodat het echt heerlijk zit. Ik kan hem ook altijd nog zo omdoen. Dat vind ik ook altijd heel leuk. Kan je hem lekker meenemen. En het staat gewoon leuk bij je sportoutfit. En de tas die ik erbij heb gekregen vind ik echt amazing. Kijk hoe leuk deze tas is. Super leuk voor de zomer als je lekker gaat varen of als je naar het strand gaat. Heerlijke tas. En deze staat natuurlijk ook heel erg leuk bij de outfit. De sportoutfit. Verder heb ik nog deze legging erbij. Dit is gewoon een grijze legging. Hier heb ik niet een bijpassende top bij, maar dit is gewoon een legging. Die eigenlijk altijd handig is om te hebben. Deze heb ik gewoon in maat M. Deze zit ook echt heel erg mooi. En dit kun je gewoon mixen en matchen met van alles natuurlijk. En dit is dan de grijze legging. Ja, deze zit echt gewoon niet normaal lekker. Hij is zo zacht en... Ik vind het echt heel fijn om gewoon altijd erbij te hebben. Lekker koffietje en dan zo sporten, dat is zo top. En dan heb ik nog een superleuk shirt gekregen erbij. En een hele leuke trui. Dus deze gaan we even openmaken. Oh, dit is echt een heel leuk sportshirtje voor in de zomer. Kijk, hij is dus geen mouwen. Ik zal hem even aandoen. En zo ziet het er dan uit. Lekker luchtig. Superleuk printje. Staat ook wel leuk op deze legging. En dan een trui met dezelfde print in het grijs. Nog een trui erbij. Heerlijk. Die staat er heel leuk op deze legging, denk ik. Dit is de trui. Oh, ze voelen zo zacht. Het zijn echt van die truien die je vriend heeft en waar je in wil leven. Dat soort truien zijn het echt. Hoe chill. Het staat ook echt vet leuk op elkaar. Yay! Nou heb ik nu ook iets heel erg leuks voor jullie. Ik mag jullie namelijk 20% korting geven op de nieuwe collectie. Op alle volgeprijsde artikelen op de Bjorn Borg site. Dus niet dingen in de sale, maar gewoon de normale prijzen. En in de Bjorn Borg winkels. Met de kortingscode SARA20 krijg je 20% korting. En krijg je gratis worldwide shipping. Dus ook naar Nederland, maar overal naartoe. Dus ik ben helemaal happy. Can't wait to show it off. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Volgens mij heb ik gisteren weer niet gevlogd. Maar ik heb dit weekend super veel leuks gevlogd. Want het is mijn 21 dinner. Vandaag ga ik boodschappen ervoor doen bij Sligo. Morgen ga ik alles versieren. Zaterdag ook. Dus het wordt helemaal leuk. Ik ben weer te laat. Ik kan me verslapen. Wow. En ik had best al geslapen. Dus ik moet ook nog helemaal naar huis. Dus ik heb heel snel omgekleed. Ik heb dit maar aan. Letterlijk een sportlegging, een blouse en een tas. En ik zie het wel. Mijn haar ziet er echt niet uit. Dit ga ik ook even anders doen. Helemaal kut. Maar ik ga snel een koffietje drinken en dan ga ik vandoor met mijn moeder. Nou, ik heb even met mijn moeder gekeken naar alle servies. Dit worden de uiteindelijke lookjes. Deze en deze. En ja, we hebben echt hier heel lang naar gekeken. We gaan nu lekker naar de Sligro en gaan we allemaal eten kopen voor het diner. Oké, ik heb net een video opgenomen met de girls. We gaan nu sporten. En ja, change van festival outfit. Festival outfit naar sport outfit. Nou ja, moeten we er goed uitzien in ons festival outfitjes. Lekker flaneren. Alright, het is inmiddels alweer 6 uur. Ik ga zo meteen lekker uit eten. Ik heb mijn haar zo in de staart, want het is een beetje vettig. Ik heb dit aan, deze top van Naked.
blazer van Naked. Ook van Chiquelle. Schoenen van Naked. Tas van Naked. Oh my god. What a Naked. Oudje. En ik ga er zo vandoor. Ik ga vriendin ophalen en dan gaan we lekker uit eten. Hallo allemaal. Het is vandaag vrijdag. Ik heb lekker mijn sportkleding weer aan. En te 9 uur. Ik ga zo meteen lekker sporten met Annien. En daarna ga ik boodschappen doen. Ga ik versieren. Dus het wordt een helemaal leuke dag. Voor mijn 20 van dinner. Morgen is het al helemaal zenuwachtig. Er is echt zoveel zin in. Maar eerst lekker sporten. Oké, ik ben te veel sporten. Ik heb net even wat gegeten. Ik heb crackers met dit op. Gerookte foreldip. En dit is zo fucking lekker. Ik had nooit verwacht dat ik dit lekker vind. Maar my fave ever. Oh my god. Ik heb alle boodschapjes ook gehaald. Helemaal zat helemaal vol. Ik heb nog allemaal servies. Oh my god. Ik ga nu alles versieren. Dus ik ga even een timelapse maken. Oh, daar zijn nog wijn. Ik ga even een timelapse maken. Van dat ik alles ga versieren. Dus ja. Helemaal zin in. Nou, ik heb even een heel team ingeschakeld. Anne en Nien. Wow. Als je nu op camera ziet, zit alleen maar ballonnen gewoon. Nien is lekker bezig. Lekker ballonnen aan het opblazen. Ik heb daar dit opgehangen. Helemaal cute. Helemaal leuk. Het wordt zo gaaf. Anne is ook echt zoiets moois aan het maken. Hoe amazing. Nien is lekker bezig. Nou, we zijn helemaal klaar met decoreren. Kijk hoe pretty. Er komt nog meer bij, bloemen. En ja, morgen gaan we finish in touch. Maar ja, dit is toch amazing. Kijk hoe gaaf dit is geworden. Ik vind het zo vet. Helemaal ready. Love it. Ik heb het servies van de Xenos. Echt obsessed. Oké. Ik heb inmiddels de setting een beetje veranderd. Dit hangt nu hier. En de tafel staat nu gezellig hier. En dan heb je gewoon lekker het open haardje. Als je aan het eten bent. Hoe gezellig en knus. En ik heb dit. Hoe leuk. Ik heb ook de kiesjes gemaakt. Die zitten nu in de oven. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar. Hallo allemaal. Het is inmiddels alweer zaterdag. En today is my birthday. Zoals jullie gaan zien ben ik hem opgemaakt. Omgekleed. En everything is ready. Ik ga het jullie laten zien. Oh my god. Deze mooie bloemen heb ik bij Vipro's van Anna en Nina. Hoe amazing. Dit, de taart moet er nog bij komen. En dat ga ik ook nog filmen. Donuts zelf gemaakt. Happy birthday. Dit uiteindelijk hier gehangen. Dit. Helemaal leuk. Ik heb trouwens deze koffer van Stan gekregen. Echt, ik wist het gewoon echt niet. En dit is gewoon iets wat ik super lang al wil. Zo blij mee. En dit mooie pakket van de Douglas met alle leuke dingetjes. Deze champagnefles. Al wat kaartjes gekregen. En dit hele leuke boek. Dit is van mijn ouders. Het is mijn moeder en mezelf gemaakt. Met allemaal leuke foto's van mij. Echt niet te doen. Hoe leuk. I love it. Oh, ja. Hey! Hallo jongen. Nou, we zitten lekker. Staat u aan? We hebben nu bekeken, lekker eten, maar ja, dat is jullie al. Het is van de camera.
volgende gerecht. Ja, let's go. Achter, rechts en achter. Ja, ik moet even. Oh. Lekker met suiker af. Hoort er ook bij. Ik ga hem tosti's aanmaken. Fucking lekkere tosti's. Met parmezaan. Jullie willen het weten. We gaan het vloggen. Niemand hoeft het te zien, maar we gaan het vloggen. Kijk, er wordt echt fucking lekker. Ik kan niet wachten tot je ziet er in ieder geval heel fabulous uit. Iedereen zei het. Je ziet er zo goed uit. Echt hè? Iedereen kende jou en dan lekker. Hey, niemand kent mij. Ja. Ik word ook nog geappt en ik denk van, oh my god, dan is het alweer de volgende dag. Of in ieder geval, het is alweer, welke dag is het nou? Maandag. Het is al maandag en wat heb ik een geweldig weekend gehad. Het was zo een leuke verjaardag. Ik heb gewoon echt nog nooit zo'n leuke verjaardag gehad. Gewoon oprecht. Helemaal genoten. Gisteren mijn verjaardag gevierd voor mijn familie. Was ook super, super gezellig. Ik zal even laten zien wat voor cadeautjes ik allemaal heb gekregen. Eerst al deze leuke kaartjes. Hoe leuk. Dan heb ik geld gekregen. Cadeaubonnen van het bol.com Douglas. Nou, deze zoet koffer. Had ik het nou laten zien? Volgens mij wel. Dus van Stan. Love it. En dan deze kleine trolley van mijn tante voor erbij. Want al mijn koffers zijn... Wat en dood, dus die. Dan dus dit boek met allemaal foto's. Bed and bodywork, kaars, heel veel drank en champagne. Van Isabelle en Bo en Nuno back. Hoe leuk, echt. Oh my god, I'm in love. Handkremmetje, lekker pakketje van de Rituals. Heel leuk drankspelletje, lekkere bonbons. Van Stan ook dit mega pakket met een lekker luchtje. Maskertjes en kaars. Helemaal chill. En ga ik met Esmee, Sophie en Bo eten bij een restaurant in Scheveningen. Choo Choo heet het volgens mij. Choo 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 Choo. Heel leuk. En van Nina en Anne gekregen een nachtje naar Groningen. En wat daar allemaal te wachten staat is nog een verrassing. Heel leuk. Echt, I love it. Dus ja... Helemaal verwend. Oh ja, en dit spelletje nog. Dit hebben we heel veel gespeeld op Wintersport. Fucking leuk, aanrader. Dus ja, helemaal verwend. Heel veel bloemen gekregen trouwens. Deze mooie roze van mijn moeder. Het zijn er 22. 21 dezelfde. En 22 nieuwe voor het nieuwe jaar. Voor veel glitter en glamour. Dan heb ik deze pas bloemen nog gekregen. Heel erg mooi. Dan dit boeketje nog. Super schattig met roosjes. Dit boeket. Heel mooi van Isabelle en Bo. Prachtig boeket. Niet normaal. En ballonnetjes van Isabelle en Bo. Leuk. Verder is alles al zo goed als opgeruimd. Dus ja, echt bizar gewend. Heb ik dit trouwens al laten zien. Champagnefles. Mega. Met Stan, een foto van mijn Stan erop. Dus ja, niet normaal verwend. Echt. I'm in love. Echt blessed met alle vrienden die ik om me heen heb en familie. Dus ja, we hebben echt goed gedaan. Ik hoop dat jullie de week vond leuk vonden. Dat jullie het leuk vonden om te zien voor 21 Dinner. En ja, ik hoop dat jullie genoten. Vergeet even niet met supporten. Blijf duimpje omhoog. Abonneren, everything. Volg me op Insta. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.